terug bij een nieuwe vlog en de laatste, bijna de laatste vlog van al deze December vlogs. Het is vandaag eerste kerstdag, 25 december. En ik heb net lekker ontbeten en we hebben kerstontbijt gehad. De cadeautjes onder de boom zijn allemaal al weg. En dat hebben we gisteravond gedaan op kerstavond. Ik wilde het even niet filmen, want het was een beetje persoonlijk, zeg maar. Dus, maar ik kan wel laten zien wat ik heb allemaal gekregen. Ik heb dit super fijne, kleine popfilter gekregen. En dit is zo'n metalen. En niet zo'n andere. Kijk, die ligt hier. Ik had al eens gezegd, dit is die andere. En er zitten gaten in. En het is een hele grote hoor, vergeleken die andere. Maar deze, die is veel fijner. En ik heb ook een speakerset gekregen van Logitech. Wat ik ook heb gevraagd. En zal ik even het bas laten horen, jongens. Het is echt amazing. Ik weet niet of deze microfoon het goed kan oppakken hoor, de bas, maar het is zo lekker. Here we go! Deze is het, het is de Logitech C323. En het zijn echt super boxjes, echt geweldig. Dus als je boxjes zoekt, kijk ook eventjes naar deze. Verder heb ik ook heel wat geld gekregen en dat ga ik allemaal gebruiken voor bij mijn verjaardagscadeau. En het is niet mijn game PC, die komt pas in 7 januari of later zoiets, als ik mijn theorie examen heb gehaald. En dat geld heb ik allemaal al. Dan ga ik misschien een studioarm voor mijn microfoon kopen en een shock mount. En dan kan mijn microfoon lekker hangen, weet ik veel. De video's voor vandaag en gisteren, voor jullie dan, vandaag, morgen en overmorgen staan allemaal klaar. The Walking Dead is bijna aan het eind, jongens. Volgens mij is het voor jullie morgen. Voor jullie morgen is het eind van The Walking Dead online. Ik weet niet precies hoe het allemaal in elkaar zit, hoor. Maar anders zien we wel verschijnen. Nu ga ik even douchen, want ik zie eruit als een, weet ik niet, als een... Oh, dit zit even wel lekker, hè. Ik weet niet hoe ik eruit zie. Een beetje lelijk, een beetje net wakker. Dus ik ga eventjes lekker douchen en dan spreken jullie vanmiddag wel. Hopelijk hebben jullie een hele leuke eerste kerstdag of tweede kerstdag. Ik weet niet wanneer je dit kijkt. Maar ik ga zo naar het huis van mijn tante en oom, mijn neefje, nichtje en alles. En dan gaan we daar met heel de familie, dan gaan wij het kerstspel spelen. Dan moet je dobbelen, weet ik veel. Dus dat doen we elk jaar. En zie ik er een beetje kerstchic uit, jongens. Met mijn bordeauxrode overhemd. Een zwarte broek. Yeah! Dus we gaan daar zo lekker heen. En ik vind het zo jammer dat er geen sneeuw is. Het is gewoon zonnig. Met... Oh, er zijn nu wel wolken, maar vanmorgen waren er helemaal geen wolken. En toen dachten ze van, ja, laten we de zon even laten zien, hè. Hey iedereen, het is vandaag de volgende dag, tweede kerstdag en het is nu al 2:30. Ik heb lekker uitgeslapen tot 11:30 volgens mij. Heb ik lekker gedoucht, lekker ontbeten en nu zit ik achter de computer, wat ik heel vaak doe. En gisteravond hebben we, of nou gistermiddag, we zijn 8,5 uur bij familie geweest, lekker lang. We hebben heel lekker gegeten. Volgens mij waren we pas om 11 uur 's avonds thuis. En het was wel heel gezellig. En wat ik vandaag al heb gedaan is een thumbnail gemaakt voor een nieuwe video van Bo. Met een Bo de stokje. En wat ik ook vandaag ga doen is de letters op mijn muur plakken. En dan gaan we dat eens een keer proberen. Want mijn mama die heeft dubbelzijdig tape gevonden ofzo. Misschien werkt dat wel fijn. Waarom doe ik mijn shirt heet zo vervelend? Vanavond eten we lekker een hele kip. Met allemaal lekkere andere dingetjes, met mama samen. En dan gaan we vanavond naar de film, naar The Hunger Games. The Hunger Games 2. Ook al ben ik er al geweest. Zie je deze vlekken? Zit hier, dit is op de muur geschilderd door een klein kind die hier eerst woonde. Ook al heb ik de film gezien, ik vind het wel hartstikke leuk om weer even naar de bios te gaan. En om naar The Hunger Games te gaan. Dus dat gaan we vanavond doen.
En dan ga ik nu, denk ik, de letters op plakken. Here we go. Nou, deze letters plakken met dubbelzijdig tape lukt niet. Ik heb boorkantjes en als je hem dan wil plakken, dan doet hij het niet. Dus nu zie ik dit op Pinterest, dezelfde letters. Die hebben ze uit Pritbury's gedaan. Dus die moeten we even gaan kopen, maar de winkels zijn nu dicht. Dus helaas, moeten we eventjes wachten. Oh, wat is dit nou weer? Amnesia? Amnesia? Ik heb een hele coole, super coole demo gevonden voor een Amnesia Custom Story. Ik denk dat ik die ga... hoe heet het? Ik denk dat ik die ga opnemen voor Aldous Games. Hij ziet er zo vet uit. Echt helemaal custom gemaakt, alles op en eraan. En ik ben er echt benieuwd naar. Het is wel een demo, maar binnenkort komt wel de full versie uit. Dus als de demo goed lukt en jullie vinden het allemaal leuk, dan kan ik dus ook de full versie gaan doen. Wat ik eerst eventjes ga doen is even mijn computer verschonen. Want jongens, kijk eens, mijn C is wel echt heel erg hoor. En die ATG 1TB die zit ook bijna vol. En dat is dat kring dat daar ligt. Die zit ook gewoon bijna vol. Ik ga eventjes dingen weggooien en opruimen en een beetje sorteren. Dit is alleen al het geluid van een microfoon van november. Oké, 36 gig. Holy moly. Ik heb de boosdoener gevonden hoor. Dat is al de vlog dingetjes. Dat zijn heel veel gigabytes van al die december vlogs. En die zijn allemaal op YouTube. En ik vind het niet nodig om dit allemaal te bewaren. Dus ik ga het allemaal weggooien. Ik heb het niet nodig. Kijk, dit zijn kerstfoto's. Die bewaar ik wel bijvoorbeeld weer. Oh, en jongens, kijk, dit is een foto van mij. Vroeger, toen ik heel klein was en dik. Want toen ik klein was en een baby, toen was ik blijkbaar heel dik. En toen zat ik in een bloempot. Leuk om te zien, hè? Dat ziet er beter uit. Ik heb een brief gemaakt voor de postbus van Project Minecraftia. En iets anders leuk, maar dat mag jullie nu even niet zien. Maar kijk, dat is een soort puzzel. Maar dat moet ik nog eventjes doen. Dat ga ik ook sturen. Dit ga ik inpakken samen met die puzzel, wat jullie niet mogen zien. En, want misschien kijkt ze om en wordt misschien ook wel. Maar ja, dit gaat dus op de post. Ik heb al een leuke envelop gevonden. Nog een hele mooie bubbeltjes plastic envelop. Met bubbeltjes erin. Wow. Bart en Sam hebben alweer best wel heel lang een postbus. Maar eigenlijk moest ik nog steeds wat sturen. Dus ik had geen idee wat ik zou doen. En nu heb ik een best wel leuk idee. En misschien denk dat ze het wel leuk vinden. Mijn iPhone die ligt al hele tijd in de oplader. Maar hij laat niet op. Hij is nog steeds 6%. GG well played, Roy. GG well played. Vanavond gaan we dus lekkere hete kip eten. Ik heb net even lekker de vlog bewerkt voor deze vlog. Want ik zit te twijfelen of ik hem vanavond upload. Maar dan kan ik de camera niet meenemen naar de bios. Ik weet niet. Ik denk dat ik hem vanavond nog upload. Nou, ik en mijn moeder hebben het lekker gegeten. Wij gaan nu naar de bioscoop toe, naar Rotterdam. En dan gaan we lekker naar de bios. De Hunger Games nummer 2. Ik ben al een keer heen geweest. Maar dat maakt niks uit. Ik vind het hartstikke leuk om erin te gaan. Ik neem de camera even niet mee. Want je kan er toch even niet filmen. Anders ja, vlogde ik alleen eventjes buiten. Dus ik laat even de camera hier. En dan spreek ik jullie daarna weer. Nou, ik ben weer thuis. En het is nu 10:30 en de film was weer super awesome. En jongens, dit is dan het eind van al die December vlogs. We zijn aan het eind van de kerst. Het einde van al die December vlogs. En ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vonden. Dus doe even een duim omhoog als je deze soort serie een beetje leuk vond. En dit is dus de laatste vlog van vlog tot kerst. Je zal soms nog wel hier en daar een vlog vinden. Bijvoorbeeld als Bo en ik ergens heen gaan bijvoorbeeld. Of laat even in de comments achter of ik moet vloggen op mijn verjaardag. Misschien is dat wel een leuk idee. Met al het vuurwerk en zo. En misschien is dat wel leuk. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlogs. Hopelijk vond het super leuk. Ik zie altijd de reacties. Oh, wat weer een leuke vlog vandaag. En oh, wat leuk. Eventjes de vlog kijken. Dus bedankt allemaal daarvoor. En ik spreek het ook voor Bo natuurlijk. En ik weet niet of we het volgend jaar gaan doen. Ik denk het persoonlijk niet. Want het kost veel tijd en veel dit, dat. En het is best wel veel werk. Ik vind het wel leuk om te doen. Maar nu denk ik ook van, ja, het is kerst. Het einde van de vlogs. Ik vond het leuk om te doen. Maar nu ben ik er ook wel een beetje klaar mee eigenlijk. Klinkt wel een beetje hard. Maar dus heel erg bedankt voor het kijken jongens. Dan gaan we nu naar de outro. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het leuk vond, doe het nog steeds. En ik zie jou de volgende keer weer. Maar niet op deze camera, maar op de webcam. Jongens, bye bye.